De rode loper wordt uitgelegd voor de nieuwe trainer van ADO Den Haag, Dick Advocaat. Alleen bestaat de loper niet uit tapijt, maar uit strooizout. Want het is glad en bitter koud. ADO in eigen huis tegen Top Os. Een wedstrijd die ze er eigenlijk wel moeten winnen. Thuisdebuut van Dick Advocaat vorige week. Zat hij voor het eerst op de bank in Almere. 4-1 verloren daar. En ADO heeft heel veel blessures. Het is puzzelen voor Advocaat. Joel Zwarts is wel fit. Goede actie. En komt hij terecht bij invalspits Bilate. Want Verheid is er niet. Hij mist een beetje vuurwerk dat schot. Uit open spel creëert ADO maar bar weinig. En dus moet het ook hebben van de standaard situaties. Maar nog niet Finn van Bremen. Top Os is een van de weinige ploegen die onder ADO Den Haag staat. Ploeg van Christophe Albrecht, 19e. We kunnen ook weinig potten breken in Den Haag. Severina. En Selouki. Een van de weinige lichtpuntjes de laatste weken. Het net trilt, maar niet op de goede manier. ADO mist ook nog Hugo Wendges, Ricardo Kiesna, Boy Kemper en Breinburg en Werker. Ze zijn allebei geschorst. En zonder al die kwaliteit mist ADO echt een hoop. Beekman, kopballetje. Maar het is een wedstrijd zonder al te veel niveau, van beide kanten niet. Advocaat wisselt na een uur. Haalt onder andere Bilate er alweer vanaf. De Waal en Tjatic komen. Hier de combinatie. En Tjatic is natuurlijk wel snel. Joel Zwarts dan in de punt. Zwarts. Maar ja, dit was wel een kopbal geweest voor Bilate. En zo kabbelt de wedstrijd maar een beetje voort. De Waal. En Weerman. Een andere invaller. Weer de bal er maar in gepompt. Tjatic. De ruimtes zijn klein daar. Dus probeert Broekhuizen het maar van afstand. Maar daar blijft het bij. Een hele teleurstellende eerste wedstrijd voor Dick Advocaat in eigen huis. 0-0 tegen Top Os.